Met als thema het wel of niet ratificeren is vanmorgen het Nationaal Congres voor Economic Partnership Agreement, EPA, gehouden. Dit congres is georganiseerd door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Federatie van Surinaamse Agrariërs, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Kamer van Koophandel en Fabrieken KKF. Bij het Nationaal EPA-congres hebben de belanghebbenden uit diverse sectoren gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die deze overeenkomst biedt. Daarna zal er een nationaal standpunt in zaken EPA worden geformuleerd. Volgens Reina Raveles, zij is directeur van het ministerie van HINT, ligt de EPA al een hele tijd op het bord van het parlement. DNA moet de vraag beantwoorden of het geratificeerd moet worden of niet. Het parlement wil een goed geïnformeerd besluit nemen daarover. En het bedrijfsleven heeft dus het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme benaderd om gezamenlijk een conferentie over het onderwerp te houden. Waarbij al de verschillende sectoren kunnen presenteren wat de economische partnership agreement met de Europese Unie betekent voor het bedrijfsleven. Dus de verschillende sectoren zijn aan het woord. De visserijsector, de agrarische sector, de dienstensector. En elke sector heeft duidelijk aan wat zij ervaren als zij ervaren dat de EPA positief is, wat misschien de voor- en de nadelen zijn. En zij geven dan allemaal advies wat zij denken dat de toekomst moet zijn van deze economische handels. Raveles zegt verder dat de bilaterale overeenkomsten met de verschillende landen zijdelings aan de orde zijn gekomen. Als Suriname de EPA niet ratificeert, moet er namelijk een alternatief worden gezocht. Dan moet je wel gaan kijken van waar ga je die handel dan wel vandaan halen. En vandaar dat die alternatieven zijn gepresenteerd. Uit de presentatie is gebleken dat 14% van de handel die wij drijven, is drijven met de EPA op dit moment. En de rest is met de rest van de wereld. Het zijn met Dubai bijvoorbeeld voor ons goud, met Amerika, zeg maar. Noord-Amerika, de NAFTA, met de CARICOM. Dus we hebben al vrij gediversifieerde handelsrelaties. Alleen het belang van de EPA daarin, dat is vandaag belicht. Reine Raveles is directeur van het ministerie van HINT. Ze sprak vanmorgen bij het Nationaal EPA-congres dat in de vergaderzaal van de KKF is gehouden.